De zon is de bron van vrijwel alle energie op aarde. Fossiele brandstoffen komen af van plankton en algen die honderden miljoenen jaren geleden via fotosynthese de energie van de zon omzetten in de chemische energie die wij nu uit de olie- en gasvelden onttrekken. Windenergie komt af van temperatuurverschillen veroorzaakt door de warmtestraling van de zon. En zonne-energie, dat spreekt vanzelf. Fossiele brandstoffen zorgen voor een opwarming van de aarde met grote negatieve gevolgen. Dat valt nu echt niet meer te ontkennen. Vooral nu moet er een focus zijn op de productie van schone energie. Maar, ondanks dat zonne-energie een vrijwel schone vorm van energie is, lezen we in het nieuws vooral negatieve berichten over zonnepanelen. Zonnepanelen hebben ongewenste bijwerkingen en het financiële voordeel lijkt voorbij te zijn. Is het nog rendabel om zonnepanelen aan te schaffen? Ik heb zelf al 7 jaar lang zonnepanelen. Tot nu toe waren die zeer rendabel. Dat is vooral te danken aan de salderingsregeling. Daar heeft u vast wel van gehoord. Maar hoe werkt dat nou precies? Mijn panelen hier vlak boven mij wekken stroom op. Een deel van die stroom gebruik ik direct. Daar hoef ik dus niets voor te betalen. Als het echter heel zonnig is, dan produceren mijn panelen meer dan ik gebruik. Dat overschot gaat het stroomnet op. Mijn energieleverancier verkoopt die vervolgens aan huishoudens of bedrijven die op dat moment stroom nodig hebben. Maar daar staat tegenover dat mijn energieleverancier mij gratis stroom moet leveren gelijk aan dat overschot wanneer ik dat nodig heb. Dat is salderen. Dat komt erop neer dat ik alle stroom die mijn panelen opwekken kan benutten, ook als ik die stroom niet direct gebruik. Salderen stimuleert het gebruik van zonnepanelen en dus het gebruik van schone energie. Dat is de reden dat de overheid met de salderingsregeling is gekomen. Zonder die regeling zou je als eigenaar van zonnepanelen maar heel weinig terugkrijgen voor de stroom die jij aan derden levert. Effectief komt salderen erop neer dat er geen belasting wordt betaald over stroom die opgewekt wordt door zonnepanelen. Dat is heel redelijk, want de belasting over energie is gigantisch. De energiebelasting is ongeveer gelijk aan de kale stroomprijs. Dat is dus een belasting van 100%. En daar komt nog BTW overheen. Je betaalt dus belasting over belasting. Dat is bedoeld om energiegebruik te ontmoedigen, omdat het gebruik van fossiele brandstof slecht is voor ons toekomstig klimaat. Maar zonnepanelen zijn veel beter voor het milieu dan fossiele brandstof. Dus is het redelijk dat je daar niet dit soort woekerbelasting over betaalt. Waarom zou de overheid dan salderen willen afschaffen? Wel, energiebedrijven hebben een hekel aan salderen. Alle stroom die klanten zelf opwekken, gaat immers ten koste van hun winst. Daarnaast kan het op zonnige dagen voorkomen dat er te veel stroom wordt opgewekt. Die stroom kan niet verkocht worden, maar ze moeten hun klanten met zonnepanelen op een ander tijdstip wel gratis stroom leveren. Op zulke momenten maken energiebedrijven verlies. En dat is iets dat ze graag zo overdreven mogelijk aan de grote klok hangen. Daarmee proberen zij een draagvlak te creëren om kosten in rekening te brengen voor klanten die zelf stroom leveren. Op zich klinkt dat redelijk. Het kan immers niet zo zijn dat klanten zonder zonnepanelen moeten gaan betalen voor klanten met zonnepanelen. Maar laten we eens gaan rekenen hoe dit in de praktijk uitpakt. Daarvoor moeten we wel weten welk deel van de teruggeleverde stroom niet nuttig kan worden gebruikt.
Waar vinden we dat? Tja, energiebedrijven roepen wel dat het terugleveren een groot probleem is, maar ze geven geen cijfers. Dat is al een gigantische rode vlag. We weten wel dat grofweg de helft van de gemeentes in Nederland last heeft van overbelasting. Maar dat zegt niets over het percentage opgewekte stroom dat verloren gaat. De grote knelpunten moeten volgens netbeheerders uitgebreid worden tot wel 5 keer de capaciteit. Maar dat heeft ook wel alles te maken met de toenemende vraag naar elektriciteit. Het verlies doordat zonnepanelen soms te veel stroom leveren is wel te schatten. Tijdens piekmomenten, dus op zomerse dagen met veel zon, benut je de maximale capaciteit en de rest gaat verloren. Laten we het ruim nemen, zeg 1/3. Op andere dagen en op andere plekken in Nederland is er geen of nauwelijks verlies. Dus gemiddeld over het jaar en over heel Nederland zal het verlies hooguit uitkomen op zo'n 10-20%. Even tussendoor. Beste energiebedrijven, mocht dat cijfer echt hoger zijn, wat ik mij niet kan voorstellen, publiceer jullie cijfers dan! Wat we wel gemakkelijk kunnen terugvinden, is hoeveel energiebedrijven in rekening brengen voor de teruggeleverde energie. Dat varieert, maar ligt zo rond de 13 cent per kilowattuur. Dat is dus het bedrag dat je als eigenaar van zonnepanelen moet betalen terwijl je juist stroom levert. Dat gaat in de zakken van de energiebedrijven. Daarbovenop maken zij extra winst door minstens 80% van die stroom te verkopen voor zo'n 8 cent per kilowattuur. Dat is de huidige kale marktprijs. Dus 13 cent plus 80% van 8 cent is ongeveer 20 cent per kilowattuur. Dat verdienen energiebedrijven momenteel aan de stroom van particuliere zonnepanelen. Dankzij salderen moeten energiebedrijven op andere tijden dus gratis stroom leveren aan die eigenaren van zonnepanelen. Maar dat kost ze slechts 8 cent per kilowattuur. Dus energiebedrijven maken een winst van zo'n 12 cent per kilowattuur op andermans zonnepanelen. Voor iedere 1000 kilowattuur dat je teruglevert, steelt het energiebedrijf 120 euro. Geen wonders tegenwoordig kunnen stunten met gratis energie en geld terug. De eigenaren van zonnepanelen worden uitgeknepen. Is het nog rendabel om zonnepanelen te kopen? Dat zou het wel moeten zijn. Het is een goedkope en schone manier om energie op te wekken. Overigens niet 100% schoon, maar wel veel schoner dan fossiele brandstoffen. Daarom zou de overheid er alles aan moeten doen om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Jammer genoeg gaat salderen vroeg of laat verdwijnen. Waarschijnlijk al in 2027. Effectief ga je dus over een groot deel van je schone stroom dezelfde belasting betalen die is ingesteld voor fossiele brandstoffen. Dat andere grote dilemma is dat energiebedrijven zo brutaal zijn om een groot deel van die winst van de zonnepanelen van hun klanten in hun eigen zak te steken. Dat zullen ze blijven doen, want de overheid staat dat toe, ook wanneer het salderen straks is afgeschaft. Tot 2030 hoeven de energiebedrijven slechts zo'n 4 cent per kilowattuur te betalen voor de stroom van zonnepaneeleigenaren. En als er daarna geen regeling komt, verdien je helemaal niets meer aan de teruggeleverde stroom. Maar laten we ervan uitgaan dat je de komende decennia 4 cent blijft krijgen. Gaan we rekenen voor die periode wanneer er geen salderen meer is. De totale kosten voor het aanschaffen van zonnepanelen die jaarlijks
2000 kilowattuur opleveren, zijn zo'n 4000 euro. Zo'n 30% daarvan gebruik je zelf. De energieprijs, inclusief belastingen, ligt zo rond de 25 cent per kilowattuur. Dus je bespaart jaarlijks 2000 keer 30% keer 25 cent is 150 euro per jaar. Voor de resterende 70% krijg je zo'n 4 cent. Dus bij elkaar verdien je in dit geval ongeveer 200 euro per jaar. Deze 4000 euro gedeeld door 200 euro per jaar is 20 jaar. Dat is de terugverdientijd. Zonnepanelen gaan zo'n 25 jaar mee en verliezen gedurende die tijd zo'n 10% aan rendement. Dus grofweg speel je kiet als de overheid haar plannen niet bijstelt. Wederom, dit zijn schattingen en geen exacte cijfers, want ik kan niet in de toekomst kijken. Maar aan deze berekening zie je wel hoe belangrijk het is om dat cijfer van 30% omhoog te halen. Dat kun je doen door heel bewust stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt. Dus de vaatwasser, wasmachine, droger en hot-up zet je aan wanneer de zon schijnt. Dat is gedoe, maar daarmee kun je zonnepanelen alsnog rendabel maken. Maar het is zeker geen vetpot meer. Een alternatief is een thuisbatterij. Daarmee kun je alle stroom die je opwekt zelf gebruiken. Dus deze 30% gaat naar 100%. Maar ja, een batterij met voldoende capaciteit kost al gauw een extra 4000 euro. En die gaat maar 10 tot 15 jaar mee, dus ook dan speel je ongeveer kiet. Verreweg, de beste oplossing is de capaciteit op het stroomnet te vergroten, salderen te behouden en energiebedrijven te dwingen om een eerlijke prijs te hanteren voor eventuele verliezen die ze maken. Dat is rendabel, dat is eerlijk, dat reduceert onze CO2-uitstoot en onze afhankelijkheid van gas uit het buitenland. Daar profiteren we allemaal van. Wil je dit YouTube-kanaal graag steunen? Like, subscribe en deel deze video. Je kunt ook dit super spannende kinderboek kopen voor kinderen van 7 tot 11 jaar via de website lichtstad.space of het sterrenkundeboek Telescopen en Tijdmachines via roysmits.nl.